Ja, zoveel reden om live te gaan op dit moment. Omdat het zo ontzettend waait. Ze spreken over opwarming van de aarde, opwarming van de aarde, terwijl het continu koud is. SP, Marijnissen, ontslag als fractievoorzitter. Nou, ik heb mijn connecties bij de SP en niet om irritant te zijn, maar ik ga me toch inderdaad niet aanbieden natuurlijk, maar gewoon even connecties leggen. Wat is er aan de hand? Hoe moet de SP verder? Socialisme, communisme. Partij van de Rode Rakkers. Waar de revolutionairen zijn buitengesloten. Ik ben bij heel veel demo's geweest van de SP. Ik heb ook altijd hele goede demo's, goede topics. Maar het was toch meer een rondje lopen om de rotonde, om het hier even bij te houden. Het was niet echt revolutionair. Ik weet niet hoe hard het waait, mensen, maar ik zal even mijn capuchon opdoen. Dat jullie me goed kunnen verstaan. Ik zal even om de hoek gaan staan hier. Ja, ik wilde al een hele dag live gaan, maar ik heb het zo druk gehad dat ik het even niet kon doen. Ja, SP, ik wil toch even bij stilstaan. Een lage uitkomst, zeggen ze dan, bij de verkiezingen. Maar is dat niet juist ook wat het Forum voor Democratie ervaart? Is een sterke achterban, maar toch dat veel mensen vallen voor populisme. Dat veel mensen wat hardere taal willen horen. He, waar Geert Wilders natuurlijk ook onbekend staat en ook Timmermans. Hele harde taal, hele harde verandering. Dus ja, de politiek is voor mij, vind ik, toch wel vaak gewoon een teleurstelling en een fiasco. Alleen, ja, ik heb vandaag nog met iemand over gehad, de opwarming van de aarde. En ik heb vandaag weer een bericht gelezen dat Rob Jetten, de huidige minister, keihard gaat ingrijpen om de klimaatverandering tegen te gaan. Dus ja, daar zijn we nog zeker niet van af. En dan zitten mensen in de kou en ik heb ook veel mensen die mij berichten sturen. Gewoon contactpersonen, vrienden. Linksom, rechtsom, mensen hebben een enorme hoge energierekening. Ja, ik vind het allemaal heel ernstig. Nou, de Europese verkiezingen komen er weer aan in maart. Dus ook dan worden we weer allemaal gelokt. En ik ga me ook zeker verkiesbaar stellen. Hè? Eerlijk is eerlijk, weet je. Woord is woord, daad is daad. Ik zal mij ook, maakt niet uit hoe, ik ga mij sowieso verkiesbaar stellen voor de Europese Unie verkiezingen. Omdat ik het gewoon beu ben om aan de zijlijn te kijken. En omdat ook heel veel mensen hebben gevraagd aan mij om in de politiek meer actief te worden. Sorry, mijn draad zit helemaal in de war. Nou, ik sta hier bij de brandweer. Ik heb ook berichten gelezen dat de brandweer ook zeer ontevreden is over van allerlei zaken. Opwarming van de aarde, dat is main topic. Hè? Wat was het nou? Stop Oil was ook weer een protest. Dus we moeten helemaal af van de aardolie. En ja, ik zat ook laatst toevallig te denken aan Groningen en het gas. Want er zijn ook mensen die zeggen nee, er kan prima gas worden gewonnen in Groningen. Er is daar veel gas aanwezig, alleen het moet niet zo gulzig zijn, zo gierig. En dan komt weer de gierigheid naar boven van de elite. Dat ze dan gas zien en dat ze meteen zoveel gas gaan winnen. Dat er dus hele aardverschuivingen plaatsvinden en aardbevingen. Beetje bij beetje zou prima kunnen. Maar daar hoor je niemand over. Daar hoor je de media nooit over. Nee, Groningen gas is een gesloten boek. En die mensen wordt niet vergoed. Terwijl als daar gewoon op een nette manier gas zou worden gewonnen. Dan zouden ook die mensen vergoed kunnen worden. En dan zou Nederland ook niet zo'n hoge gasrekening hebben. Mensen, alles is een agenda. Alles moet elektrisch. Er is nu al een elektriciteitstekort, watertekort. Wanneer zullen die linkse activisten, en ik spreek ze ook, hè, want ik ga niet schelden online en treurig doen online. Nee, ik spreek ze ook en ik probeer ze ook te overtuigen. Er is wel een milieucrisis, maar er is geen klimaatcrisis. De klimaatcrisis wordt gecreëerd. Hè? De milieurampen, klimaatrampen worden gecreëerd. De opwarming van de aarde. Waar zijn de bewijzen? In Nederland kan het ook nooit stoppen, weet je. Dus ja, SP, het hield me bezig vandaag. Ik ben er ook mee bezig. Ik ga ook een paar connecties benaderen. Ik vind de SP wel zeker veel goede punten hebben. Maar ja,
In deze tijdperk heb je revolutie nodig. Je hebt geen politiek nodig. Je hebt geen Tweede Kamer nodig, Eerste Kamer nodig. Je hebt geen schone schijn nodig, mooie woorden, weet je. Je hebt keiharde boycott nodig, blokkade, hongerstaking. Daar had SP zich mee kunnen gelden. Want ze hebben donders goed in de gaten dat mensen in armoede gedreven zijn. Maar ja, in de coronatijd zijn ze ook stilgebleven. Terwijl bewijs het over dat de coronaperiode een frauduleuze campagne is geweest. Ja, mensen. Dus morgen zijn we weer in Den Haag voor Free Palestina. Ook daar zie ik gewoon Telegraaf gewoon keihard uithalen naar de Palestina-protesten. En echt propageren. Vind ik heel, heel zorgwekkend. Nou, heel veel mensen hebben nog wat te lachen blijkbaar. Maar dat zal ik later wel zien. Want ik ga ook sowieso mijn comments afzonderen en afsluiten voor mensen die lopen te trollen. Want daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dus morgen zijn we weer in Den Haag. Morgenavond zijn we weer in Amsterdam. Het is een holocaust momenteel in Palestina, in Gaza. Zoveel mensen zonder eten en drinken. Geen slaapplek, kou. Ziektes gaan rond. Infecties. En Israël is alleen maar uit op moord en op vluchtelingenstromen. Ze willen het gebied gewoon innemen voor zichzelf. En ze gebruiken allerlei smoesjes om dat te rechtvaardigen. En dan zegt de Telegraaf. De Joodse gemeenschap staat voor vrede en de pro-Palestina-beweging staat voor geweld. Omdat ze zeggen dit en dat en dat. Allemaal bullshit. Ik ben er zelf bij aanwezig. Dus ja, laten we vooral ook de vluchtelingenstroom, de vluchtelingencrisis. Daar ben ik ook bezig met de onderzoek momenteel over de vluchtelingencrisis. Om de kwade appels, de rotte appels te scheiden van de oprechte vluchtelingen. Ik denk dat dat ook een campagne waardig is waar ik mee bezig ben. Want ik zie dat er ook heel veel vluchtelingen in Nederland zijn, ook uit Palestina, met de oprechtste bedoelingen om hard te werken, om dit land ook mooi te maken, om ook Nederlands te leren. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel vluchtelingen hier of veilige landers die gewoon voor problemen zorgen. En die ook wel worden uitgenodigd om hier naartoe te komen. En dat is natuurlijk een hele ernstige zaak. Ook wat ik in Italië zie. Massa's jonge mannen uit Afrika die daar voor onrust en voor allerlei problemen zorgen. En dat is gewoon een opgezet plan. Europa moet gewoon in totale crisis komen. Zodat ze dan allerlei zware maatregelen kunnen treffen. En ja, allerlei New World Order agenda's kunnen uitvoeren. Dus ik wil ook een oproep doen aan alle mensen in mijn Facebook vriendenlijst. Van kijk heel goed naar het verschil tussen een oprechte vluchteling. Een oprechte asielzoeker. En mensen, criminelen en allerlei chaotische figuren die hier bewust worden neergezet en uitgenodigd om gewoon voor commotie en problemen te zorgen. Raddraaiers. En ook die mensen hebben ook vast allerlei trauma's en allerlei problemen in hun leven gehad. Dus de komende tijd zal ik me hier ook een beetje in vestigen. Ik heb ook een paar onderzoeken die ik nu doe. Om de klimaatcrisis wil ik sowieso openbaar maken. De vluchtelingencrisis wil ik meer eigenlijk gewoon definiëren. En meer ook. Ik ben ook bezig om niet alleen bij AZC Ter Apel, maar bij meerdere AZC's een beetje in beeld te brengen wat daar precies agenda's erachter zijn. Want ook toevallig is het ook zo dat heel veel mensen niet meer willen werken voor het AZC. Heel veel mensen die daar werken zijn ook burn-out gegaan. En er zijn veel dingen gaande. Ook SP wil ik een beetje op inzoomen de komende tijd. Europese verkiezingen. Coalitie natuurlijk, wat eraan zit te komen. Wel of niet, is ook heel interessant. Palestina wil ik ook morgen weer even bij stilstaan. Ik heb heel veel informatie met bewijzen, beeldmateriaal. Dat er gewoon een etnische zuivering plaatsvindt. Dat Israël gewoon die Hamas-aanval heeft in scène gezet. Linksom, rechtsom, om vervolgens heel Gaza in te nemen, wat nu al gebeurd is. Het kan nog een paar dagen of weken schelen en dan is heel Gaza bezit van Israël. En zo willen ze ook naar Libanon gaan, Zuid-Libanon. Beirut heeft zelf Netanyahu, Shetan Inyahu, heeft dat al beweerd en gezegd. Dat ook Zuid-Libanon en Beirut gaat worden ingenomen, omdat de Hezbollah zich daar ook manifesteert. En ja, veel mensen snappen dat niet. Ik ben blij dat veel ook democratische stemmen in Amerika zich tegen Biden keren. Pedo Biden. Maar er zijn ook zoveel mensen die zeggen dat ze wakker zijn en toch staan ze blind achter Israël. Dus
Ja, ik vind dat gewoon diep en diep treurig. Terwijl er bewijzen genoeg zijn van genocide, oorlogsmisdaden. Heel ernstig, ja. Ja, ik wil de hele dag al live gaan. Het is best wel laat. Ik ben ook best wel moe. Maar hou het nieuws in de gaten. De alternatieve media. Ja, de politie. Legt ze ook de vuur aan de schenen. Dat ze dus echt een kant moeten gaan kiezen nu. Of ze gaan door met het dienen van Mark Rutte en de koning. Of ze dienen het volk. En ja, daar zijn ze gewoon strafbaar bezig. Dat vertel ik ze ook. Ja, heel veel hatelijke opmerkingen zie ik ook weer hier. En dan weten we ook niet waar al die mensen vandaan komen. Ik krijg ook heel veel haatberichten, omdat ik liefde toon voor de islamitische mensen en de Palestijnen. Terwijl ik zou dat ook doen voor Afrikanen, of Zuid-Amerikanen, of Noord-Amerikanen, Europeanen, Azië, Australië. Alle liefde die ik geef aan volkeren heeft niks met hun religie te maken of met hun cultuur. Het is puur met hun problemen. En dat is heel belangrijk, om een onderscheid te maken tussen moslims en genocide en war crimes en allerlei problemen die er zijn. Je doet het voor de mensen. Maakt niet uit of ze nou christen zijn, of jood, of moslim, of hindoe, of boeddhist. Je doet het, of atheïst, of agnost. Ik zal altijd opkomen, dat is mijn roeping in het leven, voor alle mensen. Maar het is de elite gelukt om enorme angst te zaaien voor de islam en islamofobia en 9-11 en allerlei dingen worden gewoon opgestookt tegen de islam. Dat is gewoon een duidelijke agenda waar nog zelfs mensen die zeggen dat ze wakker zijn, totaal in gebrainwashed zijn. En ik doe daar niet aan mee en ik hoef ook niet met zulke mensen bevriend te zijn. Want ik ben anti-Zionist en ik ben anti-haat voor alle mensen. Ik hou van alle mensen, van alle geloven, van alle culturen. En als je dat niet hebt, als je daar iets tegen hebt, hier is het gat van de deur. Hier is het knopje. Ontvriend mij. Want racisten en discriminatie zijn niet toegestaan in mijn Facebook, vriendengroep. Heb je daar last van? Sorry. Dan kunnen we elkaar niet meer vinden. En dan kunnen we elkaar hopelijk in de toekomst wel weer vinden. En dan komen we hopelijk weer bij elkaar. Maar ik ben voor alle mensen, niet alleen voor Nederland, niet alleen voor mensen van mijn eigen huidskleur of wat dan ook. Ik ben voor de hele mensheid. Voor alle mensen zijn voor mij gelijk. En alle mensen verdienen steun en liefde. En alle mensen hebben recht op een huis, op een goed leven, op een werk, inkomen. Ik ben zelf ook weer bezig om werk te zoeken. Om verschillende redenen ben ik ook druk mee bezig. En we zullen zien wat de toekomst brengt, mensen. En ja, voor hetzelfde geld ja, zal mijn leven een hele andere wending hebben. Maar ik weet waar ik voor sta, ik weet waar ik voor leef. En ik ben nooit veranderd, ik ben altijd dezelfde gebleven. Peace. Slaap lekker. Goeienacht.